Het Nationaal Park Hoge Veluwe kent een heleboel bijzondere bomen. En één daarvan, daar staan we nu bij. We staan hier eigenlijk in het midden, op de stam van een immens oude eik, misschien wel 400 jaar oud. En rondom me heen zie je eigenlijk de uitlopers van die hele oude boom. Want hier onder mij zitten ze gewoon met elkaar verbonden. Nou, dat komt omdat deze boom in de jaren voordat Kruller het gebied aankocht, was onderdeel van een eikenhakhoutcultuur. En deze boom is eigenlijk net als dat wij met rozen nu nog doen, om de 5 à 10 jaar steeds gesnoeid. Waarom deden ze dat? Dat was om de eikenbast ervan af te halen. Want in die eikenbast zit namelijk looizuur. En dat werd gebruikt voor de leerindustrie. Dus in het vroege voorjaar, wanneer net de sapstroom op gang kwam, werden dikke zijtakken van ongeveer 10, 15 centimeter afgezaagd. Er werd de bast eraf gehaald. En die bast werd gedroogd en ging naar de leerlooierijen in Arnhem. Daarna liep die boom weer uit. En dat gebeurde jaren achter elkaar. En dan zie je dat de stam op een gegeven moment steeds breder wordt en er iedere keer weer uitloopt. Nou, zo zie je eigenlijk in deze hele omgeving, zie je van die meerstammige eiken. Nou, toen Anton Kruller dit gebied aankocht, Hoog Baarlo heet dit gebied, werd die hele eikenhakhoutcultuur werd gestaakt en kon deze boom dus verder uitgroeien. Dus wat je nu eigenlijk ziet, zijn de uitlopers die pakweg zo'n 80, 90 jaar oud zijn. Terwijl hier onder mij een organisme, dus een oude boom zit van misschien wel 400 jaar oud. Waarom 400 jaar oud? Dat is natuurlijk aan deze boom moeilijk te zien. Hè? Want normaal gesproken tel je de jaringen van de boom. Maar ik weet dat dit gebied, Hoog Baarlo, werd al aangegeven op kaarten van pakweg 400 jaar geleden. En ik verwacht dus dat dit een van de eerste exemplaren is wat in dat hele mooie bosgebied Hoog Baarlo heeft gestaan.